De volgende ochtend werd ik wakker met de herinnering aan een merkwaardige droom. Ik stond midden op de Dam in Amsterdam. De stad leek totaal verlaten. Er waren geen mensen, geen auto's of trams, zelfs geen duiven. De serene stilte had iets onheilspellends. Een niet te definiëren dreiging, een beklemming. Plotseling zag ik hoog in de lucht een enorm langwerpig ruimteschip zweven. Het leek een moederschip. Want kleine, licht uitstralende sloepjes verspreidden zich over de stad. Op een gegeven moment materialiseerde zich vanuit het niets, vlak voor mij, een mannelijke gestalte in een zilveren tenue waarop een embleem was bevestigd, met daarop een afbeelding die deed denken aan de planeet Saturnus. Het wezen hield in zijn rechterhand de Heilige Graal. De bijzondere vorm hiervan deed mij denken aan een afbeelding van zo'n graal die ik in de protserige kathedraal van Toledo had gezien. De zilveren man reikte mij een tonicum aan, waarvan ik direct na de eerste slok begon te hallucineren. Die beelden herinner ik me overigens niet meer exact. De galactische cosmonaut vroeg me daarna om met hem mee te lopen. Terwijl we in de richting van het centraal station liepen, wisselden we over en weer informatie uit die voornamelijk betrekking had op gebeurtenissen die zich op aarde afspeelden. Onverwacht maande de man mij snel terug te lopen naar de Dam, omdat anders het ruimteschip zonder mij naar Saturnus zou vertrekken. Uit deze woorden begreep ik dat het de bedoeling van de ruimtewezens was dat ik opgenomen zou worden in het schip om daarna naar de verre planeet gebracht te worden. Op de Dam aangekomen bleek het toch te laat om mij nog te kunnen overbrengen naar het moederschip. De ufonaut nam afscheid met de belofte dat ik na een bepaalde tijd, waarschijnlijk enkele jaren, alsnog zou worden opgenomen. Hij gaf me de raad om goed te leven en veel kennis op te doen. Hierna zag ik hoe hij als door een onzichtbare hand opgeheven werd en naar het ruimteschip zweefde. Langzaam vervaagden daarna de beelden. De droom leek me kenmerken te hebben van een visioen, als daar tenminste een definitie voor bestaat. Zelfs de kleuren die ik anders nooit droom waren helder en contrastrijk. Ik stapte uit bed en liep naar het tafeltje waarop het expressoapparaat stond. Drukte de schakelaar in en liet mijn kopje vollopen met het bruine vocht. Nooit eerder had ik over UFO's gedroomd en ik kon in het bestaan ervan ook niet geloven. Ik herinner me dat ik even aan buitenaardse intelligentie had gedacht toen de prior over de geheimen van Cheops vertelde. Vooral de astronomische gegevens, zoals bijvoorbeeld het feit dat de hoogte van de piramide, 149 meter, een 100ste miljoen deel is van de afstand aarde-zon. Leken mij niet afkomstig van directe kennis van de Egyptenaren en zelfs niet van God, zoals Van der Vecht pretendeerde. Maar ik had er niet al te veel aandacht aan besteed. Die ochtend in mijn hotelkamer plaatste de droom bepaalde kennisfeiten wel in een ander licht. Toch zou ik, vanzelfsprekend, de katholieke dogma's respecteren. God had alleen de mens en al het leven op aarde geschapen en geen wezens op andere planeten. Wat kon ik op dit moment van mijn onderzoek ook anders? Ik besloot de prior te bellen om hem te informeren over de voortgang van mijn onderzoek. Hij reageerde verrast op mijn verhaal. Hij liet me weten dat er een brief was bezorgd van een van de Franse kloosters. Ik sprak met hem af dat hij de brief zou openen en lezen. Later op de dag of 's avonds zou ik hem dan terugbellen om me van de inhoud op de hoogte te stellen. Rond 10 uur in de ochtend verliet ik het hotel en reed naar Michelle. Het weer was flink opgeknapt en de laagstaande winterzon sloeg lange schaduwen over de brede straten van Londen. Michelle was nog niet terug van haar werk, zodat ik de gelegenheid kreeg om in alle rust in haar boekenkast te snuffelen. Toen ik even later in een grote fauteuil de fascinerende plaatjes van een zogenaamde mandelbroodverzameling bekeek, hoorde ik plots een harde knal tegen een van de vensterramen. Ik schrok, draaide me om naar het venster en zag dat een klein musje tegen het glas was gevlogen en nu als een fluwelen baksteentje naar beneden dwarrelde. Snel liep ik naar het raam en zag het beestje op de stoep nog enige stuiptrekkingen maken. Het sterven van deze wezentjes is altijd aangrijpend en met half toegeknepen ogen bleef ik nog even machteloos staan kijken. Plotseling werd mijn aandacht naar de overzijde van de straat getrokken. Een man,
die mij deed denken aan de interne bode van de Daily Newspot, parkeerde zijn auto voor de loge van de FVC. Hij zag er deftig uit en was conservatief gekleed met een lange, zwarte jas, een felrode sjaal en glimmende lakschoenen. Zijn haar zat strak gekamd en lag plat op zijn hoofd. In zijn hand hield hij een zwarte hoed. Ondanks het feit dat zijn kleding niet in overeenstemming was met die van de bode, meende ik hem er toch in te herkennen. Zeker hierover was ik echter niet. De afstand van het venster tot aan de overzijde van de straat bedroeg ongeveer 45 meter en het was net iets te groot om de gezichtsdetails te kunnen zien. Tot mijn verbazing bleef hij bij de ingang van de loge staan, rommelde wat in zijn jaszak en opende toen de imposante zwarte deur. Als een grauwe schim glipte hij naar binnen. Het logegebouw was somber van stijl en bezat geen vensters aan de voorzijde, zodat ik de man niet kon volgen. Terwijl ik nog stond te peinzen, zag ik Michel haar auto voor de deur van het appartement parkeren. Gelukkig. Snel liep ik naar de keuken om thee te zetten. Een minuutje later kwam ze binnen. Hoi, ik heb reuze zin in een lekker vers broodje. Zo, dat noem ik een binnenkomen. Je vraagt niet eens hoe het met me gaat, of dat ik lekker geslapen heb. Nee dus, volgens mij werk jij te hard. Ben je chagrijnig? Nee, natuurlijk niet, joh. Zeg, kun je broodjes niet op wonderbaarlijke wijze vermenigvuldigen? Nee, daar moet ik nog enkele jaren voor studeren. Wist jij overigens dat jullie bode waarschijnlijk lid van de FVC is? Onmogelijk. Hoezo? Ik meen dat ik hem zojuist heb gezien. Hij ging het logegebouw binnen. Hugo, die man heb ik vanmorgen nog zijn werk zien doen. En jij wilt mij vertellen dat hij zich razendsnel naar hier heeft verplaatst? Dan moet hij wel kennis hebben van levitatietechnieken of teleportatie. Waar liggen de broodjes? In de vriezer. Ontdooi ze maar in de magnetron. Hoe werkt dat? Ze kwam nu bij me in de keuken, pakte de broodjes en legde ze in de magnetron. 1 minuutje is voldoende, jongeman. Ja, ik ben niet geschapen voor techniek. Tjonge, dat is toch moeilijk, hè? Zo'n oventje. En heb je hem echt gezien op kantoor? Ja, Hugo, ik weet het echt heel zeker. Nou, misschien begin ik dan toch spoken te zien. Zeg, je had het net over levitatietechnieken. Weet je dat ik vannacht een vreemde droom heb gehad, waarin ik door een buitenaardse cosmonaut werd uitgenodigd met hem en zijn ruimteschip mee naar Saturnus te gaan? Michel begon heel hard te lachen en de tranen liepen haar over de wangen. Heel serieus vertelde ik haar over mijn lucide droom. Maar Michel kromp telkens ineen en was achter adem door het lachen. Wat een verhaal! Michelle veegde met een keukenpapiertje intussen de tranen van haar wangen. Je moet er maar niet al te veel aandacht en geloof aan hechten. Trouwens, ik zelf geloof wel in buitenaards leven. Recent nog heb ik een documentaire op televisie gezien over de piramide op Mars. Men liet zelfs een foto zien van een berg of bouwwerk met een haast menselijk gezicht. Droge rivierbeddingen bewijzen dat er ooit water is geweest. Dus waarom dan geen leven? Zeg, staan onze broodjes intussen niet op springen? Ik heb geen belletje gehoord. Jij wel? Ze sprong op en liep snel naar de keuken. Oeps! Ik heb hem verkeerd ingesteld. Makkelijk oventje, hè? De broodjes zagen er verschrompeld en hard uit. Niet meer te eten. Ik stelde haar voor om dan naar de City Corner te gaan om daar te brunchen. Daarna konden we dan naar de grafhandel van Harold. Gretig stemde ze hiermee in. Michel gaf veel gas en de auto schoot weg. Binnen luttele seconden stoven we langs de loge. Ik keek nog snel naar het gebouw en zag de deur opengaan. Ik draaide me om in de stoel en zag dat de man, volgens mij was het de bode, naar buiten kwam. Helaas verwijderden wij ons zo snel dat het me niet lukte om hem goed te bekijken. Ik besloot het zo te laten en zei er niets over tegen Michel. De eigenaar van het etablissement herkende ons in ieder geval wel en vriendelijk verwees hij ons naar het stamtafeltje. Even later smulden we van een broodje gezond. Een ongelukkige wending in onze vriendschap leek zich voor te doen nadat Michel plotseling mijn handen pakte en met een witte kleur om haar neus aan mij vroeg om even serieus te luisteren. Ze ademde een keer diep en stotterde toen. Ik ben verliefd op Hugo. Ik kan er wel om huilen. Je bent zo knap, intelligent en lief. Ik word normaal gesproken nooit snel verliefd. Het spijt me heel erg. Waarom ben je dan ook priester geworden, verdorie? Ik smoorde haar woorden door zachtjes een vinger op haar lippen te drukken. Ik weet het, Michel. Ik weet het. Ik heb zelf ook meer dan amicale gevoelens voor jou.
en lig s'avonds nog uren wakker en worstel ermee. Maar besef dat ik een gelofte heb afgelegd tegenover God en de kerk. Ik kan niet zomaar toegeven aan mijn of jouw emoties. Het zou een vorm van overspel zijn. Er zijn dagen geweest dat ik, om het maar eens plastisch uit te drukken, verliefd ben geweest op God. Op Jezus en de Heilige Geest. Het huwelijk dat ik ben aangegaan heet het priesterschap. Het is een geestelijke verbintenis, maar de consequenties ervan overschaduwen tevens het lichamelijke. Ik zag enkele tranen in haar ogen opwellen en reikte haar een servetje aan. Lief van je, o God Hugo. Ik weet niet wat ik moet doen, ik schaam me zo. Kijk, Michel, het is nu onmogelijk om daaraan toe te geven. En het zou waarschijnlijk nog veel meer tranen kosten. Ik heb je in korte tijd bijzonder leren waarderen. Je bent werkelijk een heel fijne vriendin. Je bent erg knap en intelligent. Laten we ons inspannen om dit zo te houden. Ook door vriendschap zijn we in liefde verbonden. Amicus est tamquam alter idem, schreef de Romeinse redenaar en filosoof Cicero. Probeer je daar maar aan vast te houden. Amicus tamtam? Ja, haal jij de Indianen er maar bij. Nee, dat is Latijn voor een vriend is als het ware een ander ik. Ik streelde intussen haar handen en zag dat er enkele tranen op haar bord druppelden. Maar ik kan het niet, Hugo. Ik wil zo graag van je houden. Je in mijn armen nemen, knuffelen, vrijen, dansen en overal in volgen. Haar ogen draaiden zich van mij weg. Ik begreep dat ik nu hard moest ingrijpen om een ramp te voorkomen. Het leek voor mij een wanhopig duel tussen geest en lichaam. Orde en chaos, hoop en verlies. Luister, Michel. Ja. Ik hoop dat je me kunt begrijpen. Het is voor ons beiden het beste dat ik vandaag nog terugrijd naar Nederland. Michel sputterde tegen, maar ik vervolgde. Harold zit in Jeruzalem. We kunnen hier verder toch niets aan doen. Ik heb vanochtend de prior van het seminarie gebeld om hem te informeren omtrent ons onderzoek. Tussen neus en lippen door maakte hij de opmerking dat de pater, die als docent voor mij invalt, ziek is geworden en dat hij hoopte op mijn spoedige terugkomst naar Nederland. Ik heb natuurlijk ook daar mijn verplichtingen. Er ligt ook nog een belangrijke brief op me te wachten. Je zou me kunnen helpen door alleen naar de zaak van Harold te gaan. Misschien kun je meer te weten komen wat hij precies in Jeruzalem doet, hoe lang hij wegblijft en wie die maffe compagnon is. Zo gauw Harold weer in Londen is, kom ik opnieuw hierheen en gaan we hem samen bezoeken. Dit leek Michel op te luchten en ik zag op haar gezicht een glimlach verschijnen. Oh ja, en dan hebben we ook nog dat gekke krantenartikel van Harold. Je weet wel, dat over Fatima ging. Misschien heb je de gelegenheid om uit te zoeken hoe hij dat artikel erin heeft weten te krijgen. Je zult er vast wel interne kanalen voor hebben en misschien een hoofdredacteur die je kent. En wanneer je nog tijd over hebt, zou je dan de bode kunnen schaduwen en hem in de gaten kunnen houden. Althans, op het werk dan, hè? Wellicht valt je iets op aan hem. Goed, Hugo. Maar als je maar terugkomt, je kunt dan gerust bij mij logeren. Laten we de zaak niet overhaasten, zodat de gesmolten ijsbergen weer vaste vorm krijgen. We kunnen elkaar natuurlijk mailen of bellen, alhoewel ik liever niet heb dat je mij belt. Ook in de kloosters wordt achterdocht snel geboren en ik wil daar liever geen roddels of geruchten, snap je? Maar nogmaals, mailen kan en mag altijd. Michel wenkte naar de oven, dat ze wilde afrekenen. Wacht, Michel, ik betaal. Ik heb nog genoeg ponden. Even later reden we terug naar haar woning. Het was intussen weer gaan regenen en op straat namen we, schuilend onder een grote paraplu, afscheid. Het was een moeilijk moment en het kostte opnieuw enkele tranen. Ik bedankte haar voor de fijne tijd en de hulp die ze had geboden. Ten slotte stapte ik in mijn auto en ik hoorde haar vragen. Time heals. Ik knikte, sloot het portier, startte de auto en reed weg. Aangekomen in mijn hotelkamer realiseerde ik me dat de koffer nog steeds in mijn bezit was. Moest ik Michel vragen hem alsnog aan Harold's kampioen te geven? Kreeg ik daarmee de garantie dat de inhoud daadwerkelijk veilig bij Harold terecht kwam? Stel je voor dat de man die ik aan de telefoon had gesproken helemaal niet voor Harold werkte. Welke zekerheid had ik daarover? Misschien was hij zelf ook lid van de FVC. Nee, dat zou Michel eerst maar eens moeten uitzoeken. Ik had gezien dat op korte afstand van het hotel het Limehouse Station lag. Ik besloot daar een kluisje te huren en de koffer veilig te stellen. Nadat ik de hotelrekening had betaald en mijn bagage achter in de auto lag, liep ik naar het station en deponeerde daar de koffer in een kluis.
Volkomen in gedachten en mijmerend over alle gebeurtenissen van de afgelopen dagen, reed ik in de regenachtige, mistroostige namiddag naar Dover om de nachtboot naar Oostende te halen. Ik realiseerde me toen pas hoe koel, zakelijk en afwijzend ik op haar gevoelens had gereageerd en geneerde me ervoor. En hoe zat het eigenlijk met mijn eigen emoties? Ik verlangde toch ook naar haar aanwezigheid, naar haar opgewekte geest? En als ik nu eens geen priester was? Zeker weten dat ik mij aan haar had overgegeven. Toch wist ik dat het niet anders kon zijn. De rivier was te breed om een stabiele brug te bouwen. Ik dacht aan mijn gelofte, aan de consequenties van het verbreken ervan, aan God, aan de hel en aan die verdomde hormonen. Ongemerkt was de schemer overgegaan in de donkere avond en mijn aandacht ging naar het verkeer. Tegen 8:30 passeerde ik de laatste roundabout voor het dok. Een uur later stond ik op het natte en spiegelende achterdek van de Viking Viscount en rookte rusteloos een sigaret. Ik hoorde de zware trillingen van de veerboot aanzwellen en zag hoe het water, diep onder me, hevig begon te kolken. Ik voelde me leeg en verdrietig over de passie die was gesmolten. Toen de regendruppels mijn sigaret smoorden, besloot ik mijn hut op te zoeken en de herinneringen aan Londen, aan de FSC en aan Michel diep onder mijn hoofdkussen te begraven. Thank you.